Ja, mensen komen vaak met een uh, ongerust gevoel van uh, is er iets mis met mezelf, of met vader, of met moeder, of iemand van de familie. Dat gebeurt inderdaad vrij vaak. Uh, vaak blijkt achteraf dat dat niet terecht is, maar het is ook heel moeilijk om het te weten. Het is natuurlijk zo dat mensen een heel... Wisselend verloop hebben, dat mensen goede dagen en slechte dagen hebben en die een aantal slechte dagen zich opvolgen, dat mensen dan wat ongerust worden. Er zijn ook mensen die misschien ongerust zouden moeten zijn, maar het helemaal niet zijn, of die het helemaal van zich weggooien, dat gebeurt ook, die het ontkennen, waar we gecontacteerd worden door de familie, die zegt, dokter, we maken ons ongerust, maar waar de persoon zelf zegt, met mij is absoluut niets aan de hand. Volgende punt. En dan is het ook soms wel een beetje moeilijk.